Peter van Noort, de nieuwe coach van de Heren 1 van Lens Lake Lions. Net terug van het Nederlands team. Dat moet een spannende tijd geweest zijn. Dat was het zeer zeker. En met een resultaat dat niemand heeft durven bevroeden van tevoren. Maar het staat en het is inderdaad historisch geweest. En ik hoop dat het een goed vervolg gaat krijgen. En dat het gewoon in de breedte, dat het hele Nederlandse basketbal hiervan kan profiteren. Ik denk dat het kan. Als iedereen het oppakt zoals ze het moeten oppakken, denk ik dat het kan, ja. Maar dan moet je over de langere termijn durven denken. Dat is een beetje het probleem, hè? Het Nederlandse basketbal. Dat niemand het eigenlijk oppakt zoals het opgepakt moet worden in de laatste 30 jaar. Dat klopt, absoluut. Ik bedoel, het is en blijft een heel mooi product. En we houden er allemaal van. Alleen, ja, het gaat altijd om de juiste mannetjes op de juiste plekjes. Laatste wedstrijd tegen Montenegro stonden de juiste mannetjes op de juiste plekjes. Uiteindelijk wel, ja. Het was ook een echte thuiswedstrijd. En dat hebben die jongens ook zo ervaren. Ik bedoel, dat was heel mooi. Echt heel mooi. Voor jou moet nu de knop om naar het clubbasketbal. Ja, dat klopt. De afgelopen twee dagen ben ik onder de radar geweest om toch geprobeerd die kop leeg te maken. En het is vandaag mijn eerste kennismaking met de ploeg. Ik ben natuurlijk zeer goed gebriefd door Lucky Laakner. Die deze week de trainingen voor zijn rekening heeft genomen. Samen met Leszek Rutkowski. Die het management ook voor een groot gedeelte doet. Ja, er staat een goede ploeg. Er staat een ploeg die wil. En ik hoop gewoon dat we kunnen voortbouwen op datgene wat vorig jaar is neergezet. Is het de ploeg die jij wil hebben? Zijn alle posities goed bezet? Wat mij betreft zijn alle posities goed bezet. En het doet mij zelfs deugd dat zich mensen nu plotseling aanbieden die ook bij in Landsmeer willen komen basketballen. Maar ja, degene die zich de hele zomer in het zweet hebben gewerkt, die moeten beloond worden. Laten we even kijken wie erbij zijn gekomen. Berend Wijs? Ja, klopt. Die heeft zijn beslissing kunnen nemen. Maar voor Berend heeft de deur natuurlijk altijd open gestaan. Zeer nauw verbonden met het Landsmeerse basketbal. En we hebben in mei, juni ook al tegen Berend en ook tegen Joël Brand gezegd van wat jullie ook beslissen, de deur staat voor jullie altijd open. Andere mensen die hierbij zijn gekomen? Max Driessen zie ik hier lopen, Paul Kendiff zie ik lopen. Dat zijn eigenlijk de grote aanwinsten ook erbij. Dat zijn ook echt jongens die wat kunnen brengen hier? Nou, die passen binnen de ploeg. En dat is het meest belangrijke. Uiteindelijk was het niet zo moeilijk geweest om allerlei talenten hier naartoe te halen. Maar ze moeten passen in de filosofie die bij Landsmeer basketbal past. En dat is het meest belangrijk. Wat is de ambitie voor het komend jaar in de promotiedivisie? Als nieuwkomer, heel simpel, heel clichématig, zo hoog mogelijk einde en het maximale uit deze ploeg zien te halen. Heb je een beetje idee wat de mogelijkheden zijn als je het veld overziet? Nou, het is gebleken dat deze ploeg in staat is om snel basketbal te spelen. Alleen, we zullen het aan beide kanten van het veld moeten laten zien, niet alleen aanvallen. Beetje toch voortzetten, de stijl van vorig jaar? Absoluut. Veel succes, dankjewel.